Goedenavond allemaal. Even kijken of het allemaal een beetje recht staat. Volgens mij lukt dat wel zo. Vanavond ga ik aan de slag met de stempels van Janine's. Even overnieuw jongens, ik ben het even helemaal kwijt. Janine's Mindful Art serie. Daar zijn vier hele mooie bloemenstempels van uitgekomen. Wij hebben daar afgelopen zaterdag een demo mee gehouden. Toen is de lijn eigenlijk gelanceerd. Ik kan ze wel laten zien. Moet ik even kijken, want ik heb ze in een map. Ik zal even de map erbij pakken. Dat is een achtergrond. Even kijken hoe we dat gaan doen. Er zijn dus orchideeën, cyclames. Ik weet niet of dat, hoe dat te zien is. Ik kan het zelf nog even niet zien of het te zien is. Ja, oh, nou zie ik mezelf. Even kijken, dan moet het ongeveer zo lukken. Een orchidee, een cyclaam, een fuchsia en een hortensia. Een hortensia is twee delen. Een grote met wat blaadjes en een wat kleinere met één blaadje. En daarmee maak ik heel graag dit soort kaarten. Nou, ik heb hier een met de fuchsia gemaakt. Op een mooie achtergrond met wat cadens door de masks heen. Wat stickers erop. Wat wax langs de kant. Nou, al dat soort toestanden komt er aan bod vanavond. Het inkleuren moet ik even kijken of ik dat allemaal ga redden. Maar afgelopen zondagavond heeft Janine het inkleuren laten zien in haar eigen Mindful Art groep. Daar kun je dus ook lid van worden. Er is een speciale groep van Janine's Mindful Art. Daar heeft ze dus afgelopen zondag live voor gedaan hoe je monochroom kan kleuren. Ik zal eens kijken of ik hem hier nog heb liggen. Want ik ben daar ook mee bezig geweest en heb toen de orchideeëntak gebruikt. Nou, dat laat ze dus live zien. Ik kijk even hoe ver als we komen of ik nog een stukje van het inkleuren van de stempel laat zien. Het leukste is om de achtergrond te maken. Dus dat gaan we sowieso zeker even doen. Ik pak als eerste een vel maskeerpapier. En dan ga ik kiezen welke stempel als ik zal doen. Ik ga dit keer voor de hortensia's. Die ga ik stempelen. Nou, ik pak gewoon even heel snel simpel een kleerblokje, want ik ga het stempelen op het maskeerpapier, dus dat hoeft niet al te netjes. Als ik maar even de buitenste lijntjes kan zien van die hortensia. Dus hij hoeft niet super netjes. Hij is wel heel netjes gelukt, moet ik zeggen. Had niet gehoeven, maar goed. Heb ik dus allebei even afgedrukt op maskeerpapier. En maskeerpapier is een soort stickervel. Maar dan is de lijmlaag van dat stickervel is zo dat het dus niet permanent plakt. Maar het plakt dus tijdelijk. En als je de sticker er straks weer netjes af kan halen, heb je soms ook nog mazzel dat je wel eens de sticker vaker kan gebruiken dan één keer. Ik heb hem zaterdag tijdens de demo heb ik de stickers zelfs drie keer gebruikt. En bij de vierde keer toen was die echt zo doordrenkt van alles dat die toen echt wel op was. Maar waarschijnlijk als je hem goed laat drogen,
lukt het zelfs nog wel om hem vaker te gebruiken. Maar dan moet je hem dus wel heel van je afbeelding kunnen afhalen. Nou, ik knip dus even de maskeersticker uit. Ik heb dit niet voorbewerkt. Mijn tijd was een beetje aan de korte kant. Anders had ik dit natuurlijk ook wel even alvast kunnen doen. Maar ik denk, ach, we zijn gewoon gezellig even hier aan het knutselen. En dan hoort dit er ook bij. Ondertussen probeer ik wat te kletsen. En ga ik deze dus zo goed als mogelijk is netjes uitknippen. Ik zie wel dat ik nu wat aan de snelle kant knip. Dus hij is ietsjes minder netjes als dat ik normaal een hele mooie kaart zou maken. Maar ik weet zeker dat je dit eigenlijk straks niet eens weer terugvindt. Dat het her en der ietsjes verkeerd is gegaan. Maar volgens mij lig ik aardig goed op schema. Nou. Even kijken, zitten er nog open stukjes in? Ja, er zitten nog twee open stukjes in waar dus geen blaadje zit. Moet ik even kijken, die zat hier. Die snij ik even met een mesje weg. Nee, dat is hem niet. Moet ik even kijken, die... Nee, dat is wel een blaadje. Dat is een blaadje. Oh jongens, nee, deze heeft geen open stukken. Dat is het andere deel. Deze heeft denk ik een open stukje. Ja. Die snij ik eerst even weg. Het makkelijkste is om de open stukjes eigenlijk als eerste weg te snijden. Omdat je dan nog de hele breedte van je papier hebt om je stempel. Moet ik even spieken. Zat er nog meer? Ja, daar zit nog een klein stukje. Die gaan we ook verwijderen. En als je nu zegt van, nou, ik vind dat lastig om die kleine stukjes eruit te halen, dan kan je het ook dicht laten en later op de kaart nog wat bijwerken. Maar ik vind het altijd wel mooi als ze eruit worden geknipt, gesneden. Nou, ook hiervan ga ik even weer de buitenkant uitknippen. Het mooiste is als je het stempellijntje, dus het buitenste lijntje, ook wegknipt. Maar zoals ik al zei, ik denk dat je er straks nagenoeg niks van terugziet. Maar goed, dat zullen we straks meemaken. Even kijken. Die kant weg. Nou, en als je dit maskeerpapier gebruikt, dan merk je wel dat het heel snel en heel makkelijk knipt. Want het is heel dun. Het is gewoon een soort, soort printerpapiertje waar dus een lijmlaagje achter zit. En we hebben dat in A4 vellen van eigen merk. En die vind ik zelf eigenlijk wel heel fijn. Nou, ik heb twee delen van de orchidee. Leg ik even aan de kant. En dan pak ik een stukje waterartpapier of watercolorpapier. In dit geval neem ik de watercolorkaart van Craft Emotions. Waarom deze? Omdat die echt heel mooi wit is. Dat is al sowieso iets wat ik wel heel prettig vind. Er zit eigenlijk geen voor- of achterkant aan. De ene kant vind ik zelf heel ietsjes ruwer, laat ik maar zeggen, als de onderkant. Maar dat is echt heel minimaal. Dus op zich maakt het niet zoveel uit welke kant als je gebruikt. Nou, dan pak ik even mijn stempelhulp erbij. En daar leg ik dat papiertje in. En dan ga ik even bedenken waar ik die orchidee, of de, oh, ik haal ze altijd door elkaar, jongens. Waar ik die hortensia wil hebben. Nou, ik heb er dus twee en die wil ik een beetje over elkaar laten gaan. En dan kan ik zeggen, ik maak een rechte kaart. Of ik maak een kaart over dwars, zeggen wij dan. Ja, een hortensia, ik noem het altijd, sorry Sila, ik ben altijd een beetje in de war met al die bloemen. Deze wil ik in dit hoekje.
En dan ga ik deze er straks naast doen. Ja, zo gaan we het doen. Stempel in de stempelhulp. Ik leg hem even over dwars, want ik ben links, dus dat vind ik net iets handiger. Dan ga ik hem stempelen. In dit geval met een grijze VersaFine Clear. De Morning Mist. Vind ik net ietsjes minder hard dan de zwarte. Nou, hij is in één keer mooi. Dus die hoeft geen tweede keer. Even een stempel schoonmaken. Die kan er weer af. En die plak ik weer in mijn map. Nou, hier wil ik dus graag nog deze bij naast. Maar als ik dit nu zou stempelen meteen op de stempelafdruk die ik net gezet heb, dan komt die dus echt door elkaar. En ik wil hem naast elkaar. Dus wat doe je dan? Dan plak je die maskeersticker die we net dus uitgeknipt hebben, die plak je op de hortensia die we net gestempeld hebben. Ik moet even zien of ik de sticker open kan krijgen. Dat lukt vast wel. Meestal zit er wel zo'n... Oh, hier, daar is het lijntje al. Zeg, meestal zit er wel zo'n voorgesneden lijntje in. Oh, twee zelfs. Nou, kijk eens aan. Ik word verwend. Er zitten twee voorgesneden lijntjes in. Zo. Nou, die sticker die plak ik dan zo goed als netjes op de hortensia die ik gestempeld heb. En ik vind dit zelf echt een hele leuke techniek. Ik moet even iets verder met mijn hoofd naar voren, want ik kan het niet goed zien zo. Nou, ik ben net naar de kapper geweest, dus wat dat betreft mogen jullie mijn hoofd wel even zien. Even kijken, een beetje, kom, een beetje recht plakken vandaag, jongens. Ja, nou, stempel... Duurt soms eventjes voordat stempel in droog is. Dus ik neem geen risico. Ik wrijf hem goed aan. Goed vast met een doekje eroverheen. Zodat ik dus niet de stempel inkt per ongeluk met mijn vingers uitveeg. Maar ik wil dat stempel maskeerpapiertje wel goed vast hebben. Omdat ik straks ook nog met water ga werken. Nou, de sticker heb ik dus afgedekt met het maskeerpapiertje. En dan kan ik de tweede stempel eroverheen gaan zetten. Dan zit ik nog even te denken waar ik die zal doen. Nee, ik doe hem er toch naast. En dan laat ik dat ene blaadje, laat ik ook een beetje over die andere hortensia vallen. En omdat dus die andere afgedekt is, komt dat straks helemaal goed. Nou, ik doe hem weer... met de grijze VersaFine Clear. Kijk, daar moet hij nog een beetje. En ik vind hem weer oké. Even de stempel weer schoonvegen. Goedenavond allemaal nog die inkomen vallen. We zijn nog niet zo heel ver. Dus je kan nog gezellig even meekijken. Nou, de stempelhulp kan weer weg. Even de rommeltjes weg. En omdat ik het nu verder ga bewerken, ga ik ook die tweede stempel afplakken met zo'n maskeerpapiertje. Nou, deze achterkant gaat er heel makkelijk af, omdat er dus mooi middenin al een hulplijntje zit. Ik pak hem even iets naar mij toe. Dan kan ik net iets netter plakken. Help. Nou, ook hier leg ik eventjes weer een papiertje op. Stel dat de inkt toch nog niet helemaal droog is, dan heb ik in elk geval de inkt aan het doekje en niet over mijn kaart verspreid. Nou, dan gaan we de achtergrond bewerken. Ik neem even mijn magneetplaat en een stukje, hoe heet dat... Craft sheets. Doe het even net anders dan wat ik normaal doe. Zo. Stukje craft sheet. Zit nog rommeltjes op, zie ik al. Maar dat is niet zo'n probleem.
Er komen zelfs, er zijn zelfs kraftsheetjes bij die dus op die magneetplaat passen. Ik ben daar zelf nog niet eens van in bezit, maar die zijn er dus wel. Dan ga ik met de markers, die dus ook bij die serie van Janine horen, de light markers, ga ik een achtergrond maken. En ik pak daarvoor de groene en de blauwe. En ik durf geen kleurnummers te zeggen, want ik heb geen kleurnummers erop staan. Maar het is de donkerste groene en de donkerste blauwe uit het doosje van de Janine's Light of Janine's Mindful Art Collection. En dan de light markers. Nou, ik zet daar gewoon een paar krassen mee op mijn craftsheet. Met de blauwe, of met de groene en de blauwe. Een beetje her en der op die craftsheet. Dan ga ik daar water overheen sprayen. Even de kaart aan de kant, want anders dan wordt die al nat voordat die aan de beurt is. Dan krijg je allerlei belletjes, druppels met gekleurde inkt. Ik hoop dat het zo een beetje te zien is, want het is natuurlijk weer iets wat schittert. En daarin leg ik gewoon mijn papier. Op allerlei manieren. En je kan ondertussen even spieken of je het al leuk vindt. Of er overal wel inkt is gekomen. Dan heb je nu dit zootje, zeg maar even. Maak ik even het craftsheetje weer droog, weer schoon. En dan verhit ik die even met de heat tool, dat die weer droog wordt. Dus even lawaai maken. Het ziet er nou nog uit als één vlekkenzootje. Zeg je van, het is te donker, dan kan je het altijd met water weer nat maken en afdeppen. Dan krijg je dus weer een stukje lichter. Nou, het papier zal altijd krom trekken, dat is logisch met water en met hitte. Dat is op zich niet zo'n probleem, omdat ik deze toch ga matten op kaartstok. En als je aan de achterkant gaat feunen, dan trekt hij ook alweer redelijk recht. Nou, ik stop even met feunen. Hij is nog niet helemaal droog, maar ik ga er nog een laagje op zetten. Dus ik ga weer hetzelfde doen. Alleen neem ik nu wat groen erbij. De lightmarkers hebben trouwens bijtelpunten en ze hebben gewone penseelpunten. Nou, ik neem nu een beetje groen en dan de lichte variant. Ook weer een beetje water erop. Niet te veel, dat het echt drijfnat wordt, als zonde. En dan dep ik ook weer her en der die kaart erin. Dus eigenlijk is dit een heel simpel techniekje. Wat eigenlijk straks een heel leuk effect gaat geven. Nou, ik droog even mijn craftsheet weer. En dan ga ik weer deze verhitten, dat hij weer opdroogt. En volgens mij is deze techniek al wel bekend bij jullie. Althans, ik denk dat het wel redelijk bekend is. En dit kan je dus ook met allerlei soorten inkt doen die op waterbasis zijn. Nou, dan zeg ik van, goh, hier zit een stukje dat vind ik eigenlijk niet zo mooi. Het is verder ook allemaal nog één vlekkenspektakel. Dat geeft niet, komt allemaal goed zo. Doe ik daar nou weer een beetje water op? Dan gaat het weer reageren. Omdat het op waterbasis is. Dan dep ik dat een beetje af. En dan wordt het een heel stuk lichter. Nou, dat ga ik weer droog maken. Want ik wil nu wel een droge achtergrond. Omdat ik er nu verder mee ga werken. Even voelen. Ja, volgens mij zijn we er bijna.
Even de föhn iets harder. Gaat het iets sneller. Nou. Helemaal mooi. Ja, mooi. Nog niet op zijn best natuurlijk. Ik doe even mijn craftsheetje weg. Dan pak ik er de masks bij. Masks, ja, leuk woord. Dit zijn ook de masks die bij de serie van de Janine horen. Deze kennen jullie denk ik sowieso wel. Die zijn al heel vaak gebruikt. Die kan je ook wel zien. Daarmee zijn ze al aardig bekliederd. Leg ze nog even een keer in een sapje van Biotex en het is weer klaar. Dat is dus het muurtje en de cirkeltjes met de sterretjes. En ik mag nu graag bij dit soort kaarten werken met die grotere. Dat is een, ik zal hem even hierop leggen. Dat is een hele mooie, ja, mandala-achtige cirkel. Nou, en wat ik dan ga doen, ik ga daar delen van gebruiken met Distress Inkt Oxide. Ik heb daarvoor de kleurtjes uitgezocht die ik persoonlijk het mooiste vind bij deze lijn. Dat is de Bundled Sage, Bundled Sage, Bundled Sage, Old Paper, oud papier en Peacock Feathers. Die drie kleurtjes vind ik zelf heel erg mooi om hierbij te gebruiken. En er zijn natuurlijk wel andere kleurtjes die er ook mooi bij zijn, maar voor mij zijn dit de mooiste. Nou, de stickers zitten er nog steeds op. Die laten we gewoon rustig zitten. Dan leg ik de mask op een plek. Wat ik denk van, nou, daar wil ik een beetje old paper. En dan ga ik met de brush tool. Zo'n Nelly Snellen brush tool. Dep ik daar wat doorheen. En niet te veel. Want dit wordt heel licht. Kan je dan iets van die mask zien. Heel lichtjes, een deel ga ik dan gebruiken. Nou, dat doe ik op diverse plekken. Ik gebruik eigenlijk alleen maar een beetje het bovenste randje van die mask. Ik hoop dat het zo een beetje te zien is. Nou, dan pak ik even een keukendoekje. Veeg mijn brush weer schoon. En dan pak ik gewoon de tweede kleur. En dan ga ik ook weer heel iets van, heel lichtjes erop zetten. Nou, dat doe ik, herhaal ik dus op diverse plekken. Deze had ik, hè. Ook dan voor de derde kleur veeg ik gewoon de brush weer af. Dan pak ik nog even de blauwe. Even kijken, daar kan nog iets. De Peacock Feathers. Even zien, waar gaan we nog wat doen? Hier zo, van boven naar beneden. Een beetje van de Peacock Feathers. En je mag ook rustig over je stickers, laat ik maar zeggen, werken. Dus ik dep eigenlijk maar één keer in de oxide inkt. En dan vind ik het eigenlijk al vol genoeg wat betreft deze mask. Die leg ik even aan de kant. De brush veeg ik even af aan een keukenpapiertje. Die kan weer gebruikt worden voor de volgende keer. Ik doe even mijn doosjes inkt dicht. Nou, dan pak ik nog even erbij de script stempel. Even kijken waar ik die heb gelaten. Hier zo. En dan pak ik daarbij stempelinkt Piet Mos. Even kijken waar ik die neer heb gelegd. Of had ik die nog niet gepakt? Oh, die had ik nog niet gepakt. Maar dat kan ik snel. De archival Piet Mos. Wat ik heb gedaan is... dit is de scriptstempel. Ook van de lijn van Janine. En ik vind die script heel lastig om te zien wat nou de bovenkant is. Dus ik heb er met een zwarte viltstift even een pijl op gezet naar boven. Zodat ik weet van, hey, dat is de bovenkant. Je kan het ook onthouden. Maar ja goed, onthouden vind ik altijd iets moeilijker. De rand die het rechtst is, moet dan aan de linkerkant als je hem stempelt. Dat kan je ook nog nemen als hulpmiddeltje. Nou, ik hou de stempel in de hand.
Neem dan een paar depjes van de peat moss inkt en dan zet ik her en der heel iets van die script. Dus niet te netjes, gewoon her en der over de stempel ook, over de hortensia, ik wil altijd zeggen orchidee, over de hortensia zet ik dus heel lichtjes her en der die scriptstempel. Ik weet niet of het te zien is zo. Een magneetmat in het roze. Nou, ik kan vertellen dat die er al is hoor, Roelie. Ik kan hem ook even laten zien zelfs. Ik heb hem nog niet in gebruik. Maar hij is er dus nu ook in het roze. Dat even als antwoord op de vraag van Roelie. Maar ik heb nu de blauwe, omdat die wat minder hard glimt. Ook in de camera, want het is al lastig genoeg met ijzer en glans en lampen en al dat soort dingen. Dus de blauwe vind ik iets minder glimmend. Goed, dit was dus de achtergrond met de stempelinkt. Had ik die nog schoongemaakt? Nee, nog niet. Even schoonmaken, want dan kan ik hem meteen weer opruimen. Zo. Dat was de archivalinkt. Die hebben we gehad. Nou, dan hebben we ook nog bij de serie de stempels of de mask met hoe noemde ik dat nou, die mandala-achtige mask. Daar zitten ook nog figuren bij in. Pijltjes, kruisjes, een stippellijn en twee swirls. Nou ben ik zelf erg dol op die kruisjes, kun je ook wel zien aan mijn mask. En omdat die best wel dicht bij de stippellijntjes en bij die pijltjes zitten, heb ik ze afgeplakt met een stukje tape. Een stukje tijdelijk tape van Marianne. Daar heb ik gewoon even die kruisjes mee afgeplakt. Zodat ik niet klieder, zeg maar, door de kant van de kruisjes. Of omdat ik alleen de kruisjes wil. En niet de stippellijntjes of de pijltjes. Nou, ik leg die mask op mijn werkje. Even een stukje craftsheet eronder. Voor het kliederen. Hè. En dan pak ik Cadence. En dat is de reliefpasta. En dat is de Dora Perla. En die heeft een hele mooie glimmende glans. Een beetje glittertjes. Ik heb hier vier kleurtjes. Een beetje een rozige tint. Een beetje een goudachtige tint. Zilverig en metallic. Dat is de, hoe heet die ook alweer? Anthraciet. Beetje grijs. En ik denk dat ik nu ga voor de platinum heet die, geloof ik. Ja, de platinum. Nou, ik draai hem open. Ik heb dat beschermlaagje, zolang als die nog heel is, laat ik hem ertussen zitten. Waarom? Omdat ik anders met plastic zakjes aan de gang moet. Dat kan natuurlijk ook. Maar ik doe gewoon een stukje van de opening, laat ik dicht zitten. Dus ik gebruik maar de helft. En hoe heet het? De randjes willen dus wel eens die korreltjes op gaan zitten. Als je dan niks van plastic of iets tussen je deksel en je mask hebt, dan gaat je dekselmuur vastzitten. Dus het handigste is om even een plastic zakje onder je deksel te doen tussen je potje. Of zoals ik hier heb, je laat zo lang mogelijk, als die heel blijft, dat ijzeren dekseltje er even bij tussen. Nou, ik pak een beetje van die perla aan een paletmesje. En dan zal je zo wel horen. Er zitten korreltjes in. Een soort, dit lijkt net of er steentjes in zitten. Zandachtig. Nou, die doe ik door die kleine kruisjes op die mask. Even kijken. Dan doe ik een beetje. Nee, ik begin aan die kant natuurlijk. Even zien. Ik ga de langste streep hier doen. Nou, zoals je kunt horen zit daar dus echt korreltjes in, een beetje zandachtig.
Dan til ik mijn masker omhoog er weer af. Leg ik hem er nog een keer op, nu ietsjes verder omhoog. Dat het een beetje ja, wat speelser wordt. Ik kan hem ook nog even vastzetten met de magneetjes. Dan heb je zelfs nog handen over. Dat kan ook nog. En dan ga ik ook hier weer wat van die perla doorhalen. Magneetjes er weer af. Ook daar nog een. En dan krijg je hele leuke, ja, goudkleurige sterretjes, kruisjes. Nou, ik wil er nog één over anders. Even kijken, die wil ik van links naar rechts een beetje aan de rechterbovenkant. Zo. Dan ga ik ook nog wat van dat perla doorheen doen. Nou, en omdat ik hem dus afgeplakt heb, zie je dus die stiksteekjes en die kruisjes, die zie je dus niet. Die heb ik afgeplakt. Of de stiksteekjes en de driehoekjes. De kruisjes, die zie je wel. Dat was de bedoeling. Nou, even mijn spateltje afvegen. En dan doe ik meteen mijn potje dicht. Kan er ook niks in of opvallen. Dus ik zie het niet zitten, ook plastic tussen. Ja, bakpapier kan er ook tussen, maar bakpapier, ja, ik vind zelf een plastic zakje handig. Maar goed, dat is maar net wat je zelf prettig vindt om mee te werken. Ik ga dit even droog maken. Nou. En zoals ik al zei, het papier zal altijd wat krom trekken, omdat je met allemaal dingen werkt die op waterbasis zijn. Maar als die straks één keer gemat is op kaartstok, dan komt dat allemaal goed. En even aan de achterkant feunen. Dan trekt hij ook wel weer recht. Nou, even heel voorzichtig voelen. Ja, die is droog. Nou, dan heb ik nog tekststempels. Alleen, nu heb ik wel een probleempje. Want ik weet niet meer welke tekststempel als bij de Hortensia hoorde. Ik heb ze door elkaar zitten sinds de demodag. Maar ik heb wel een tekstje dat ik denk van die vind ik leuk. Even zien, dat was... Nee, die niet. Even kijken. Schoonheid is nooit perfect. Nou, die ga ik op een clearblok doen. Ik ga hem niet... in de stempelhulp doen. Ik doe hem gewoon op een clearblok. En ik zal even die plaat wegdoen, want anders glanst het natuurlijk allemaal zo in beeld. Ik ga nu stempelen met Distress Oxide. Omdat dat zichtbaar is, maar niet te sterk overkomt. Ik stempel gewoon die tekst overal her en der. Heel lichtjes, wat ik leuk vind. Dus je hebt die script heb je al heel lichtjes. Maar deze die zet ik dus in een beetje kleur op. Gewoon ook halve tekstjes, dus die net niet de pagina raken. Mag ook rustig over de bloem stempelen. Nou, even kijken. Ja, ik vind het genoeg zo. Ik zag iets voorbij komen van waar ik de mat mee schoonmaak. Dacht ik te zien. Dan weet ik niet zeker of dat er stond en welke mat als er dan bedoeld wordt. Maar de ijzeren magneetplaat, deze, die hoef je eigenlijk niet schoon te maken. Omdat het kliederwerk dan eigenlijk op het craftsheetje
gebeurt. Er is een kraftsheet bij waar je dus lekker op kan kliederen die er om precies op past. Ik heb gewoon een klein zakje, een klein kliederplaatje. Verder schoonmaken, hou het simpel met gewoon een beetje water en gewoon afwasmiddel of dat soort dingen. Ga niet met een nagellakremover of dat soort dingen aan de haal, want dan gaan je streepjes eraf. En ik hoop dat dat bedoeld was over het schoonmaken. Dus gewoon voorzichtig mee doen. Maar dat moet je met alles, toch? Nou, even kijken. Dat zit erop, dat zit erop. De stempeltjes heb ik erop gedaan. Nou kan je nog zeggen van, goh, ik stempelde een goede tekst op met echte stempelinkt. Maar dat ga ik nu niet doen. Ik heb daar even een ander idee bij. Want ik weet nog niet precies waar de kaart naartoe gaat. En ik denk dat ik er... ja, misschien wel een sticker op gaan doen. Dat kan ook nog. Nou, mijn achtergrondbasis is klaar. Ik kan hem gaan matten op papier. Daarvoor pak ik even een vel wit, denk ik maar. Ja. Even kijken, een witte. Nou, kom op. Hij wil niet luisteren. Ja, wit. En wat ik dan doe is bij... Oh, waar ik de stempel mee schoonmaak. Was dat de vraag? Kijk, dat had ik niet goed gelezen. Dat is een stampjammy. Ik heb eigenlijk ook geen idee of ze nog op voorraad zijn. Stampjammies, het zijn een soort... Ja, waar kan ik dat nou mee vergelijken? We noemen het wel eens een soort zeemlapje. Er hoeft alleen maar water op. En dan is die al gebruiksklaar. Billendoekjes lees ik. Als dat voor de stempel bedoeld is. Billendoekjes geven toch wel wat haartjes af. Wat vezeltjes. Dat doet deze dus niet. En mocht die nou helemaal vies zijn. Dan leg je deze even een tijdje in een bleekwaterbadje. Daarna goed uitspoelen. En dan is die weer klaar. Ik bewaar hem in een doosje. In het doosje heb ik een klein gaatje in het dekseltje gedaan, zodat het een beetje kan luchten, laat ik zo maar zeggen. Want anders gaat het wel een beetje stinken. Dus daar maak ik heel graag mijn stempels mee schoon. Is voor alle inkten, hoeft dus alleen maar water op. Maar zoals ik zei, ik heb geen idee of ze nog op voorraad zijn, maar het heet een stamp chammy. Nou, ik ga nu deze kaart op wit papier plakken of op wit cardstock plakken. En dat doe ik met best wel veel tape, omdat die dan ook weer mooi recht trekt. Nou, Lucia, je bent blij dat ik weer live ben. Wat lief. Ik plak hem helemaal scheef. Heb ik dus even extra gedaan. Heel flauw, hè? Ik heb hem dus heel scheef op mijn papier geplakt. Even extra, omdat ik dan lekker even de linealen laat zien. De perfect layers. Misschien hebben jullie ze wel in huis. Misschien wel heel bekend mee. Er waren eerst de mini perfect layers. Dat waren die kleintjes. En die hebben dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... verschillende afstanden. En toen kwamen ook de grote. De grote VR layer cards. En die zijn per 3 verpakt. En dat zijn dus lange. En die hebben dus ook allemaal per liniaal 4 verschillende afmetingen. Waar je een matrand mee kan zetten. Nou, ik zoek even een randje uit waar ik de witte mee wil. En dan vind ik deze wel mooi. Ik hoor heel vaak van, ik gebruik hem niet meer. Ik vind het een onding. Ik kan er niet mee. Nou, ik vind ze eigenlijk super handig. Je legt hem op je onderste papier. En dan haak je hem eigenlijk tegen je kaart aan.
de eerste lijn die hij tegenkomt, daar zal hij dus aan vastzitten. Dan snij je er even langs. En dat doe je dan ook aan de andere drie kanten. En zoals je ziet krijg je dan overal je lijn even groot, even breed. Kijk, hij haakt zich gewoon vast aan mijn kaart die er al op ligt. Op de afstand die ik dus uitgekozen heb. Zo. Nou. Dan ga ik hem nog een keer matten en dan op, ik denk op een beetje blauw-groen. Nou, dan ga ik even pakken, want dan wist ik natuurlijk nog niet vanavond dat ik hem in die kleuren ging doen. Even mijn papiertorentje in. En ik denk dat deze kleur wel mooi uitpakt, denk ik. Ja, nou, doen we ook weer een beetje tape eronder. Ik snij heel vaak in de liniaal. Dat is niet de bedoeling. wat je dan kan doen is je mes wat schuiner houden. Heel vaak als je een snijmes rechtop houdt, dan als je dan iets van naar links of rechts wiebelt, dan kan het wel eens zijn dat hij dus in de liniaal komt. Als je je mes zo schuin mogelijk houdt, dan heeft hij dus de kans niet om nog dat te doen. Dus dat is eventueel een tip die ik mee kan geven. Nou, stamp jammy is op voorraad, zie ik. Dankjewel voor het zoeken, Claire. Dacht ik dat er stond. Oh, het is al weg. Ik zie het al niet meer. Het gaat zo snel als jullie... Bea, de linealen, de grote, die zijn van We Are. Dat zijn layer guys. Ik zal even een wit papiertje onder doen. Layer guide van We Are. En de kleintjes, ik weet niet eens of die nog wel bestaan, maar dat waren de eerste. Dat waren de mini perfect layers. Dat waren de kleintjes, maar ik durf niet te zeggen of die nog bestaan. En dan heeft Nelly Snellen heeft er ook één. Die is per stuk verpakt. En die heet... ja, goede vraag. Maar die is in elk geval van Nelly Snellen. Die heeft dus één kort liniaaltje. Maar als ik een tip mag geven, ga voor de grote. Want je hebt er nooit geen spijt van. Je hebt altijd lengte genoeg. Omdat ze dus 30 half lang zijn. Ik heb mijn kaart weer opgeplakt. Ik ga hem weer met de liniaal afsnijden. Op de maat dat ik wel leuk vind. Hij wordt dus iets smaller als mijn eerste lijn. Ik haak hem weer vast. En natuurlijk gebeurt mij ook wel eens iets als ik wiebel of weet ik veel wat. Dan zal dat bij mij ook wel eens misgaan. Even kijken, waar zitten we nu? Iets verder weg. Zo. Nou, en de laatste kant. Nou, zo heb je dus aan alle zijkanten keurig dezelfde lijn. Wat ik nu ga doen is, ik pak even mijn, hoe heet het ook alweer? De Uniball. Althans, ik wil mijn Uniball. En dan ga ik daar een soort doodelrandje op zetten. Langs de kant. En je kan eigenlijk net zo lang met versieren van je kaart doorgaan zonder je stempelafdrukje te bekladden met iets, omdat die stickers daar nog mooi op zitten. Ik zie ook dat ik een verkeerde maat heb gepakt bij die ene. Maar dat kan nog opgelost worden. Geen probleem.
Ja, het zijn allemaal verschillende maten per liniaal om de randjes te doen. Volgens mij hebben jullie het daarover. Deze kant heeft één maat, die kant heeft een maat. Draai hem om, heb je weer maten. Er zit een ijzeren stripje zit eraan. Die zit daartussen. Dus ja, ik vind ze heel handig. En ze zitten per drie verpakt. Nou, dan vind ik mijn achtergrond oké. En dan ga ik mijn stickers verwijderen. En als je dit nou heel netjes en heel rustig doet, dan kan je die stickers nog weer gebruiken. Dat was dus wat ik tijdens de demodag heb geprobeerd. Hoe vaak ik zo'n sticker kon gebruiken. En ik kwam daarbij op 3. En omdat ze dus geen tijd hadden om te drogen, werd het dus 3. Maar ik denk als je ze thuis hebt en je zou ze wat langer laten drogen, dat je ze zelfs nog wel vaker kan gebruiken als 3 keer. Dus bewaar je sticker gewoon in zijn geheel. Plak je gewoon op een sheetje van een multimap gevalletje. Gewoon bewaren. Nou, wat ik nu over heb is dus mijn hortensia, die dus over elkaar is gestempeld. Waarbij dus de eerste afgeplakt was en dus komt die andere er mooi onder. Ali, het verschil tussen de lightmarkers en de zigmarkers. Het verschil is dat de lightmarkers ten eerste al makkelijker verkrijgbaar zijn. De zigmarkers zijn maar aan één kant te gebruiken. Je hebt bij de lijnmarkers en een bijtelpunt en een gewone penseelpunt. Ook is er wel een stukje persoonlijke voorkeur ja, qua kleuren. Ik vind het heel lastig om te zeggen. Ik vind de lightmarkers persoonlijk fijner om mee te kleuren vanaf een sheet of vanaf een ander soort plastic dingetje. En de zigmarkers die durf ik best wel meteen op het papier te zetten en dan uit te vegen. Dat is mijn ervaring. Maar ik zeg al, dat is eigenlijk best wel heel persoonlijk. Want de een vindt dit fijn en de ander vindt dat fijn. Dus ja, het verschil is dus inderdaad de punten. Dat is het echt duidelijke verschil. Nou, dan had ik hier nog een penseel neergelegd. Een waterpenseel. Gebruik een waterpenseel met een hele mooie punt eraan. Dus meestal is dat nummertje 1. In het doosje van de verf, die Janine ook heeft uitgebracht in haar lijn, daar zitten 2 waterpenselen bij in. Maar die zijn eigenlijk niet geschikt om echt die mooie plaatjes mee in te kleuren. Het is meer een bijtelpuntachtige penseel. En het is een penseel die wel een punt heeft, maar die redelijk dik is. Ik vind ze heel mooi om tijdens een kleurplaatje de randen en zo uit te waaieren. Ik zocht even mijn zwart-witte kaart die ik net liet zien. Maar ik weet niet waar ik hem zo gauw heb neergelegd. Hier, oh, hier zo. Voor dit soort dingetjes, dus zeg maar die kleurtjes om de afdruk, vind ik deze brede heel fijn. Omdat je dan ook lekker veel, lekker veel water kan gebruiken. Maar wil ik nu een plaatje inkleuren, dan pak ik toch even een waterbrush met een heel klein puntje. Karin, de zig is duurder en de lightmarkers hebben meer pigment. Kan ik niet helemaal met je eens zijn. De pigmentwaardes zijn misschien van de zigs nog wel wat meer als van de lightmarkers. Maar inderdaad, de zigmarkers zijn duurder en ook iets lastiger verkrijgbaar.
Wat had ik nog meer gelezen? Waar wou ik nou? Oh, een penseelpunt. Ja, nou, de lightmakers van Studio Light hebben ook een penseelpunt. Die is ook zacht. Alleen de zigmakers, die hebben een langere penseelpunt. En dat is maar net wat je fijn vindt om mee te werken. Goed, ik ga dus nu vanaf een sheet werken door kleur op de sheet te zetten. Ik had ook de verf kunnen gebruiken, maar die bewaar ik voor een volgende keer. Ik pak gewoon wat groen. De twee kleuren die erbij zitten. Ik hou een doekje in mijn handen. Een stuk keukenpapier. En dan neem ik mijn penseel, die dus een hele fijne punt heeft, en een bakje water. Ik dep dan mijn penseelpunt in het water en ik vul niet de huls van de waterbrush. Waarom niet? Omdat er dan veel en veel te veel water komt. Daar heb je ook gelijk in, Mirjam. Wat wil ik nog vertellen? Oh ja, er blijft heel veel water in die vezeltjes van die punt zitten. Dus ik veeg hem echt een paar keer af. En dan pak ik wat inkt op. Nou kan ik wel proberen om het in te gaan kleuren, zodat jullie het zien. Maar dat wordt even een lastig dingetje. Want daar had ik niet helemaal op gerekend. Wat ik doe is, ik zet kleur aan. Vanaf mijn sheet zet ik kleur aan, in dit geval bij het blaadje onderin. En dan waai ik hem uit naar boven toe. Dus hij wordt steeds lichter hoe meer als ik naar boven kom. Nou, dit is mijn eerste laagje. Daar doe ik nu verder even niks aan. Dan ga ik verder met het andere blaadje. Even zien, want er zit als het goed is nog een blaadje. Ja, hieronder. Ook die ga ik vanaf de bloemblaadjes, ook wel inkt eraan doen. Vanaf de bloemblaadjes ga ik die aanzetten. Met wat inkt. Nou denk ik van, oké, dit vind ik donker genoeg. Veeg ik hem af. En ga ik dus verder de kleur uitwaaieren door gewoon dezelfde punt, door gewoon het penseel weer op dezelfde plek te zetten waar ik ben geëindigd. En dan neem je gewoon van je aanzet wat kleur mee, zodat de lichte kant naar beneden komt, naar buiten komt, omdat die niet onder de bloem zit. Nou, ik zal het nog een keer proberen. Ik heb dus nog steeds geen water in mijn penseel of aan mijn penseel. Ik zet gewoon inkt aan, onder de bladeren. En dan waaier ik hem uit, totdat ik denk van, nou, hier, tot hier vind ik het donker genoeg. Dan kan je eventueel je penseel in het water doen. Maar je merkt soms ook wel dat de kleur al zo ver afneemt, dat je gewoon door kunt gaan met het uitwaaieren, laat ik het zo maar noemen, van je kleur. Nou, dat doen we dus overal mee. Overal waar dus de kleur groen moet komen, begin ik dus rechtstreeks met de kleur groen onder de takjes. En dan waaier ik het uit totdat ik vind van tot hier en niet verder. Nou, dat is dan een eerste laagje. Ik ga hier nog even wat aanzetten. En dit zit. Ja, nou komt het probleem. Dan moet ik praten in kleuren. En dat is iets wat ik nooit doe. Als ik kleur, dan ben ik meestal helemaal in gedachten verzonken, laat ik het zo maar zeggen. Maar goed, het is wel duidelijk, denk ik, wat de bedoeling is. Geen water in je penseel, in je brushmarken, of in je waterpenseel. De vezeltjes van die punt nemen al zoveel water op dat het echt niet nodig is. Wat ik zelf altijd mooi vind, is het kleuren vanaf de donkerste kant. Dus van de onderkant, waar dus de bladeren onder de bloemen liggen. Dat is donker. Dus daar begin ik ook met het kleuren, het aanzetten van kleur.
En dan ga ik steeds lichter. Dat vind ik mooi. Maar wat ook mooi is, is gewoon lekker doen wat je zelf wil. Ik kan het verhaal van Janine even overnemen. Die heeft zoiets van, ik wil niet steeds nadenken bij het kleuren van waar moet de schaduw. Ik wil gewoon lekker rustig kleuren zonder na te denken. Dat is ook iets wat heel relaxed kan. Het water. Ik werk op het papier van Craft Emotions, watercolor card. Omdat ik dat heel mooi wit vind. Nou, zo ga je dus alle bloemdelen lekker voorzien van kleur. Je kan bovenaan beginnen om het te donker te doen. Je kan onderaan beginnen. Je kan lekker zeggen van ik doe het lekker op mijn eigen manier. Als jij met plezier hebt gehad aan het maken van je kaart. Daar gaat het uiteindelijk om. En ja, wat schaduw en zo betreft ben ik wel zo muts dat ik daar wel werk van ga maken. Dat vind ik zelf gewoon leuk. Ik doe nou iets heel doms. Ik had mijn kleur weggeveegd, maar dat moet helemaal niet. Ja, de haartjes uit elkaar staan, dat heeft iets te maken met het te harde duwen. En het pluizig worden, ja, dat doet het echt na verloop van tijd. Omdat aquarelpapier natuurlijk best, laat ik maar zeggen, ruw is. En ja, je penseel is dan een keer versleten. Ja, het gaat eigenlijk bij de ene sneller als bij de ander. Ik vind zelf deze heel fijn van Pencil Arts. En er is er een van Tim Holtz, wil ik zeggen. Dat is ook een hele fijne tonic, heet die geloof ik. Maar alle producten staan gelinkt in de webshop. Dus daar kan je alles terugvinden wat ik gebruikt heb. Wat ik dus al zei, ik heb hier de kleur al aangezet, de eerste laag. Nou, ik hou wel van iets meer donker. Dus ik pak gewoon weer dezelfde kleur. En begin op de donkerste plek gewoon om het nog donkerder te maken. Het is altijd lastig om dit in beeld goed te laten zien. En dan val ik stil, hè. Als ik ga kleuren, val ik stil. De bakjes, die zijn van Faber-Castell. En die staan in de webshop. Maar ik durf even niet te zeggen of die ook al bij mijn live staan. Maar ze zijn van Faber-Castell. Dat zijn de opvouwbare bakjes. Het waterbakje wat ik heb is gewoon een huistuin- en keukenbakje. Want mijn Faber-Castell bakje heb ik vergeten. Die staat nog in de winkel. Nou, ik heb al wel door dat ik kleuren en praten heel erg moeilijk vind. Want dan kom ik eigenlijk bij kleuren kom ik in een soort van relax-modus. ik heb dus nu een tweede laag aangezet. Misschien kun je het verschil al wel zien dat die wat donkerder is als mijn eerste. Dit zijn de eerste en dit is de tweede laag. Nou, gebruik je nou de watercolor, dan werkt het eigenlijk hetzelfde als met deze inkt. Ook die zet je heel lichtjes aan. Ga je weer een tweede laag eroverheen doen. En zo ga je maar door. Nou, ik zal proberen om hem TZT nog af te kleuren. Het gaat hem vanavond niet meer worden. Ik kan jullie wel een hortensia. Of een, weer die hortensia. Hè? Dit was de hortensia en dit is de cyclaam. Alle bloemen uit de serie hebben ook een betekenis. Die heeft Janine al eens verteld of ergens beschreven op het blog. Ik weet ze allemaal niet meer uit mijn hoofd. Maar in elk geval, ik heb hier de cyclaam. Die is dus wel helemaal af. Ik zal deze proberen af te maken en dan laat ik hem natuurlijk ook even zien. Ik vind zelf de hortensia heel prachtig. Ja, Cora, eten en kleuren, dan krijg je ons wel stil, hè? ik zit te denken om daar nog even een tekst op te doen straks. Als die klaar is, denk ik dat ik daar een mooie Nederlandse tekst op maak. En
Ja, ik moet nog even denken wat ik daarbij ga kiezen. Droom het, do it. Ja, ik heb de tekststempeltje van schoonheid is nooit perfect. Droom het, do it. Dat past wel, vind ik. Die doen we er gewoon vast op. Dan hebben we dat ook weer gehad. Even kijken, die plak ik hier waar ik de. Ja, ik wil natuurlijk wel recht plakken. Dus ik pak even mijn tierroller erbij. Zo'n muts ben ik dan ook wel weer. Altijd handig zo'n tierroller, want die kan je dus aan de zijkant vastklemmen en kan je dus heel mooi recht iets erop plakken. En dan is dit mijn voorbeeld hoe je dus met watermarkers een hele leuke speelse achtergrond kan maken. Wat extra's met cadens erbovenop. Stempelen heb ik gedaan met de oxides. Ik zal de kleuren nog even noemen die dus mooi bij die lijn passen. Dat zijn Peacock Feathers, Bundled Sage en Old Paper. Die drie kleuren vind ik erg mooi bij de lijn van Janine. Nou, ik hoop dat ik jullie weer iets heb mogen leren. Zo niet, hoop ik dat jullie het weer leuk vonden om in elk geval naar te kijken. Verder, ja, was het dit eigenlijk wel. Ik ga proberen deze zo snel mogelijk af te maken. Je bent een keigoede muts. Nou, dankjewel. Ja, nou ja, soms ben ik zo'n muts, ja. Ik heb dat nou een keer, hè. Maar dankjewel. Ik hoop dat het duidelijk was. Ik ga deze dus, wat ik al 10 keer heb gezegd, afmaken. En alle producten staan in de webwinkel. Er komt nog een beschreven uitwerkingstekst van op ons blog. Wat ik ook nog even snel wil zeggen. Je hebt nog een paar dagen om mee te doen met onze puzzel. De puzzel is via ons blog. Hobbyvisiondt.blogspot.com. Daar kun je dus letters zoeken. Die letters maken een woord. Het woord mag je naar mij mailen, info@janet@hobbyvision.nl. En wie weet win je dan nog een leuke prijs. Nou, dit was het voor vanavond. Ik ga de band verlaten. Brikkie brikkie. Tot de volgende keer. Doei doei.